Een derde van het leven van een topsporter bestaat uit slapen. Slaap is namelijk de belangrijkste herstelactiviteit van het menselijk lichaam. Maar heeft een topsporter ook baat bij een powernap? En hoe werkt een powernap nou eigenlijk? Om dit te onderzoeken starten de Radboud Universiteit, NOC-NSF en sleep supplier M-Line een vierjarig onderzoek met de titel Sleep for Gold. Het doel van dit project is het uitgebreid onderzoeken en analyseren van de effecten van een powernap. Dit onderzoek is heel relevant in de topsport, want sporters vergen heel veel van zichzelf, zowel fysiek als mentaal. En daarom is in feite goed rusten, goed herstellen, minstens even belangrijk als goed en hard trainen. Het belangrijkste herstelmoment is nog altijd gewoon de slaap, de nachtrust. Maar in ieder geval leeft in de topsport het geloof dat powernaps, dus het doen van korte dutjes overdag, daar nog een bijdrage aan kan leveren. Vanuit de meten is wetencultuur die wij zelf eigenlijk heel belangrijk vinden. Dat geldt voor onze matrassen. Waar het ons echt om de inhoud gaat, om gewoon de beste matrassen te maken die er zijn. Geldt het eigenlijk ook voor het hele onderwerp rondom slaap en de powernap. Daar willen we echt precies begrijpen wat er gebeurt. Om te kijken hoe we vanuit M-Line, vanuit de Radboud, vanuit Team NL met elkaar die prestaties nog verder kunnen verbeteren. Dus als je het eigenlijk gewoon met elkaar samenvat, we willen niet alleen de sier maken met partnerships. Het gaat ons uiteindelijk om de inhoud. Binnen de topsport is er zeker geloof in de werking van de powernap, maar er is nog bijna geen onderzoek gedaan naar of de prestaties er ook beter van worden. Er is natuurlijk wel onderzoek naar gedaan in verschillende hoeken, in het werkende leven. Maar als we kijken naar effectiviteit van powernap bij topsporters, dan is dat eigenlijk nihil. En daar moeten we veel meer van weten, veel preciezer begrijpen hoe alles werkt, om ook beter advies te kunnen geven over hoe lang en wanneer sporters moeten powernappen om het grootste rendement te halen. Sleep for Gold zal zich concentreren op drie onderzoeksvragen. 1. De literatuur induiken. Kijken wat weten we nu? Wat is de evidentie voor de effectiviteit van powernapping? 2. Wanneer en hoe lang moeten topsporters slapen om zich optimaal voor te bereiden op een prestatiemoment? En 3. Op basis van je slaap gedurende de voorgaande nacht en je herstelervaring in de ochtend, wanneer kan ik het beste slapen om me in de loop van de middag het scherpst en het fitst te voelen? Ook sporters en ex-sporters zien het onderzoek met enthousiasme tegemoet. Ik ben heel erg blij dat dit onderzoek gedaan wordt, omdat voor mij als sporter gelden de kleinste details. Dus als dit onderzoek erbij kan helpen om het onderste uit de kant te halen, dan word ik daar heel blij van. 20 jaar geleden werd het enige wat de aandacht die op het slapen was gericht, dat wij lange bedden hadden in het Olympisch dorp. Dus in plaats van 2 meter hadden we 2,20 meter, daar waren we heel blij mee. Dat was de aandacht voor het slapen. Tegenwoordig wordt er echt ook gekeken wat de beste momenten zijn, hoe lang, wat voor soort slaap, overdag, kort, lang. En ik denk dat dat ontzettend bijdraagt aan de kennis om beter te presteren. Topsports profiteert dus direct van kennis die voortkomt uit dit onderzoek. Daarnaast is het de verwachting dat het onderzoek ook maatschappelijk gaat bijdragen, bijvoorbeeld bij prestaties op de werkvloer.